Hi, ik krijg vaak de vraag van hoe kan ik nu mijn veldtijd versnellen? Ja, er zijn meerdere mogelijkheden natuurlijk. En we weten allemaal, als je net begint, duurt het ontzettend lang. En ja, je wordt steeds nerveuzer hoe langer het duurt. Want dan denk je, oh jee, mijn vrouw zit hier al 2 uur. En eigenlijk, ja, die tijd hebben we ook niet meer. Hè? Het moet snel en mensen hebben weinig tijd. Dus ze willen wel mooie nagels, maar het moet wel snel gebeuren. Een van de dingen die je kan doen, is je tips eigenlijk voor te blenden. Je kunt natuurlijk een tip gebruiken helemaal zonder rand, dus zonder overlapping, zodat je helemaal niet hoeft te veilen. Maar bij een probleemnagel gaat dat niet. Een French tip op een nagelbijter, ja, het is niet echt mooi en niet makkelijk. Natuurlijk, als je ervaren bent, gaat het best allemaal. Maar het beste kun je voor nagels de juiste tip kiezen, want dan plak je hem weer makkelijker en heb je minder luchtbellen. Een van de dingen die je kunt doen, die overlapping is best lang. Dus als je een vrij korte nagel hebt, komt hij ook vrij ver over de nagel. Dus je moet het helemaal weg gaan veilen. Wat je dus kunt doen, is die overlapping alvast ingaan korten. Dus dan heb je wel het model, de breedte en de C-curve van deze tip. Maar je kort hem vast in. En dat doe je eigenlijk door je vijl schuin op te zetten. Dus je houdt de tip tussen duim en wijsvinger vast. Je zet je vijl er schuin op, niet zo. Want dan haal je de zijkantjes weg. En die zijkantjes heb je nodig. Dus als die op de nagel komt, wil je dat hij de zijkanten goed verstevigt. Dus die wil je niet weghalen. Dus je moet hem niet plat zetten. Want dan vijl je hem helemaal kort. Dus je moet hem schuin omhoog zetten. Dus je houdt de tip tussen duim en wijsvinger vast. Je zet de vijl er schuin op. En op deze manier ga je hem inkorten. He, dus van je vijl, ik zeg altijd, als je naar de klant toe vijlt, is het goed. Dus hou hem zo. Dus zodra je dit gaat doen, gaat het fout. Dus je moet hem omhoog houden. Nu zul je zien dat je een heel mooi kort opzetstukje hebt. Ik weet niet of je het kan zien. Ik moet hem eigenlijk even kleuren. En de hoekjes, die blijven hoog. Zie je? Dus als je hem nu op de nagel zou leggen, ik heb toevallig mijn nagel gebroken, dan blijf je die zijkant blijft goed aansluiten. En zo zul je merken dat je sneller bent dan hem plakken en hem helemaal op de nagel veilen. Het heeft toch een stukje meer snelheid omdat het makkelijker is. Wat je ook nog kunt doen is de overlapping alvast wat dun veilen. Dus dan kan je hier al wat dun veilen, dat is makkelijker. Je kunt het ook al voorwerken als een klant komt en je weet welke tips je gebruikt. Als je dit op een klantenkaart zou schrijven en je gebruikt altijd dezelfde tips bij die klant, zou je het al voor kunnen werken. Maar goed. Kijk, nu is de overlapping echt mooi dun en kort. En als je hem plakt, heb je nog wel de ruimte die je nodig hebt. En dan kun je hem heel snel wegblenden dat hij mooi transparant op het nagelbed wordt. Dus dat is de tip van de week, zeg maar. Dus succes!